Er is de woensdageditie, de midweek edition van Mountain Taki met mijn persoon. En we starten gelijk met de eerste gast, een van de vrienden van de Bloedbank. Goedemorgen meneer Feng Looi. Goedemorgen. U bent er vandaag hier. Misschien dat ik de mensen even kort kan aangeven waarom wij u hebben uitgenodigd. Is omdat wij gisteren een bericht in de krant hebben gezien waarbij er wordt gesproken over een tekort. En dat er weinig mensen zijn die interesse tonen in het doneren van bloed. En dat is zorgwekkend. Of niet, meneer Feng Looi? Het is zeer zeker zorgwekkend. Ook van mijn kant van harte goedemorgen, kijkers. Laat me eerst beginnen met u te vertellen wat eigenlijk de bedoeling is van de vrienden van de Bloedbank. Wij zijn donoren. Tenminste, ik niet meer, want ik ben al over de 70. Ik mag geen bloed meer geven, want volgens de regels meer dan mag je bloed doneren. Maar niet de ETFG, maar goed. We zijn in het jaar 2000 zijn we opgericht nadat wij een vrijwilligersavond hadden van het Rode Kruis van de bloeddonoren. En we hebben toen op ons genomen om het bloeddonorschap te promoten in de ruime zin van het woord. Het ging goed en helaas hebben we moeten constateren, en het is urgent, het is een geval waar we geen grappen mee moeten maken, dat er geen moment geen bloed in voorraad is, vanwege bepaalde redenen. En het is erg dat er operaties uitgesteld moeten worden vanwege het feit dat er geen bloed voorraad is. Nu. Trouwens, het wordt overal gezegd ook en het komt ook in het nieuws, er wordt over gesproken, social media. Mensen doen zelfs een beroep op de mensen om O-positief dragers te vragen om bloed te geven, omdat het een bloedgroep is die eigenlijk voor iedereen gebruikt kan worden, maar een O-positief kan alleen krijgen van een O-positief. Dus de rest kan van die O-positief krijgen. En vooral vanwege het feit dat het zeer belangrijk is dat er bloed voorradig moet zijn. En wij als vrienden van de Bloedbank die zijn er ons van bewust dat, vooral vanwege het feit dat we zelf bloeddonor zijn, we weten hoe het aanvoelt om je medemens te helpen. Want je helpt daardoor gezinnen weer gewoon door te gaan met een vader of een moeder, of vader of moeder met hun kind. Want die liefde moet het gezin kunnen brengen naar elkaar toe. Mm-hmm. En het is erg als vanwege een tekort aan bloed iets daarin, een schakel daar zou wegvallen. Dus dat is eigenlijk waar het in globaal omgaat, nietwaar? Maar ja, we moeten er iets aan doen. En er zijn donoren die trouw hun bloed komen afstaan, doneren. En waar het bloed naartoe gaat, interesseert ons niet. Het gaat alleen maar om dat wij onze medemens willen helpen. Ieder mens is geboren met een bepaalde opdracht. We moeten eigenlijk dienaren zijn van elkaar. We moeten elkaar dienen en op welke discipline dan ook. De ene doet het op zijn manier, die op zijn manier. En we moeten voldoen aan die kosmische boodschap die we krijgen. De bewustwording, hoe goed is het op gang gekomen vanaf de start van de groep Vrienden van de Bloedbank? Kijk, ik moet dit wel zeggen. Voordat de Vrienden van de Bloedbank opgericht waren, was het goed. Het was niet slecht. Maar ja, er gebeuren zaken en waar de vraag naar bloed wordt groot. En het idee om te beginnen met een groep die het donorschap kan promoten, is ontstaan uit wat ik zei tijdens een vrijwilligersavond. En nadien hebben we heel veel activiteiten ontplooit om het bloeddonorschap te promoten. We hebben een trimlopen georganiseerd elk jaar. De mensen kennen nog de trimloop van het Surinaams Rode Kruis, was altijd goed bezocht en goed georganiseerd. We organiseerden lezingen, we gingen naar de mensen toe, we gingen naar plaatsen waar er vele bevolking bij elkaar komt, bij wijze van spreken, zoals de mall. En dan gingen we daar met pamfletten, flyers, om de mensen te promoten, naar scholen toe, om de jongeren te interesseren om bloeddonor te worden. Wat heeft de groep uit de gemeenschap kunnen halen nadat er zoveel is gedaan om de mensen bewust te maken van het belang van doneren? Wel, ik mag dit erbij zeggen dat dit zich al een keertje voorgedaan had. En toen ben ik op dat moment gelijk gegaan naar een
medium. En die hebben gelijk, zijn het gelijk met de cameraman gekomen en hebben toen gefilmd op het Rode Kruis. En nadien hebben we hem ook uitgenodigd om te gaan naar een ander medium. En nadien was het goed. Je kreeg een stijging. Wat ik begrepen heb is dat nadat dit de eter ingegooid is van het tekort, dat er een lichte stijging is van het aanmelden van mensen die bloed willen afstaan. Dus waarom moet er eerst iets gebeuren voordat er actie ondernomen wordt? Waarom moeten we hoeven toch niet te wachten tot het zover is? De mensen moeten zich ervan bewust zijn dat we de gemeenschap dienen door bloed te geven. Ik heb respect voor hen die het niet willen doen. Dat is weer een ander aspect. Maar waar het bij ons om gaat is, en dat is nu op dit moment de clue, er moet genoeg bloedvoorraden zijn. En wij van de vrienden van de bloedbank, we hebben gezegd nee, we gaan gelijk action organiseren. Gelijk iets eraan doen dat dit tekort opgeheven wordt. En dat het niet alleen opgeheven wordt, dat het gecontinueerd wordt. Want daar gaat het om. Nou, het moet interessant blijven. We hebben, voordat u kwam, hebben we met mensen gesproken, buiten de STVS. Die hebben aangegeven of er is een punt aangehaald waarbij het niet zo interessant is voor de gemeenschap om spontaan te zeggen dat ik donor word. Want de mensen zeggen, ze verwachten toch nog een bepaalde waardering. Maar ze krijgen helemaal niets voor, dus het is niet interessant genoeg voor de gemeenschap. Hoe kijkt u naar dat punt? Kijk, ieder heeft zijn eigen opvatting en dat respecteer ik ten volste. Maar waar het bij mij om gaat is, als je iets doet voor je medemens, moet je je niet afvragen wat krijg ik daarvoor terug. Anders ben je geen dienaar. Anders ben je niet iemand die iets wil geven, je wil een leven redden. En om een leven te redden, daarvoor kan je niet vergoed worden. Laten we eerlijk zijn. Alleen het feit dat je bloed gegeven hebt, en dat voel je prettig, zeg hey, met mijn bloed kunnen 3 mensen tegelijk geholpen worden. Waarom? Omdat als het bloed afgenomen wordt, krijg je 3 producten. Je krijgt bloedplasma, je hebt bloedplaatjes en je hebt die rode bloedlichaampjes. Ja, en die rode bloedlichaampjes, dat die gebruikt men voor bij grote operaties, zware operaties. En bloedplasma bij brandwonden, schaafwonden en die bloedplaatjes, dat is om het stollingsmechanisme in je bloed te reguleren. Dus bijvoorbeeld dengue, dan geef je je bloedplaatjes zodat je weer op peil kan komen. Nou, ik denk dat u niet zomaar hier bent. U bent natuurlijk ook om de Surinaamse gemeenschap op te roepen. Meneer Fingelooy, u kreeg ook de ruimte om te praten met Suriname en aan te geven wat het probleem is en hoe wij eigenlijk allemaal kunnen werken aan een oplossing. Dank u wel. Mensen, net wat ik zei. We zijn hier met een boodschap. We hebben een opdracht gekregen van bovenaf om onze medemens te dienen. En we moeten middels het helpen van het doorgaan van een gezin waarin liefde verspreid wordt. En het liefhebben van kinderen en dat de kinderen ouders kunnen blijven liefhebben. Dat u uw medewerking kan verlenen, uw bijdrage kan leveren om bloeddonor te worden. En ik wil bij deze ook gelijk de donoren, ik zou zeggen de slapende donoren, wil ik oproepen om zich gelijk aan te melden. Want het kan niet dat er een tekort is aan bloeddonoren, aan bloeddonoren en bloedproducten, dat de operaties uitgesteld moeten worden en dat er dan finesse kan zijn. Mensen, als vrienden van de bloedbank wil ik u vragen om uw bijdrage te leveren. Gaat u voort om uw sociale boodschap te volbrengen en ga naar het Surinaamse Rode Kruis om uw bloed af te staan. En het heeft zijn voordelen. U wordt grondig gecheckt. U wordt gecheckt op seksueel overdraagbare aandoeningen eventueel. En u wordt op malaria enzovoort. En u bent altijd up-to-date als u daar geweest bent. Als er zaken zijn die niet goed zijn, wordt u daarvan in kennis gesteld. En, beste mensen, doe het niet om er iets voor terug te krijgen. U doet het omdat u het wil doen. En uw cv voor het leven hierna wordt daarbij aangevuld.
Er zijn vele dingen die waar men geen rekening mee houdt. Door de aanwezigheid van het zichtbare vergeet men vaak de nadrukkelijke aanwezigheid van het niet zichtbare. En dat is die balans die wij moeten brengen in ons leven. Doe niet iets om er iets voor terug te krijgen. Doe iets om te helpen. En dan word je dan je cv, je spirituele, wordt daarmee versterkt. Neem dat mee, dat is een kosmische wet. Een boodschap van een van de vrienden van de bloedbank. Die heeft aangegeven van hoe belangrijk het is als we elkaar blijven helpen. En we hebben het in de krant, we hebben het in het nieuws gevolgd. Dat eigenlijk een bloedbank een probleem ekomoro bigi. Omdat ligt van uiere voor meneer Funglooi. Dan operaties refi abi stel uit. Omdat het tekort voor broedoe bigi. Bij deze wordt u opgeroepen en u wordt beleefd gevraagd dat als u er zin in heeft om mee te helpen, dat u altijd kunt contact opnemen met... Met Surinaamse Rode Kruis. Met het Surinaamse Rode Kruis. Bedankt meneer Funglooi. Ik denk dat we gaan blijven werken eraan dat die promotie of zeg maar bewustwording onder de gemeenschap goed op gang wordt gebracht. Zeker weten. Laten we ons bezighouden met positieve zaken en ons niet druk maken om zaken die een negatieve impact hebben op jouw spirituele aura. Je weet nooit wie je kunt helpen. Misschien uw buurman, uw buurvrouw, maar soms heeft misschien een familielid zelfs ook een probleem waarbij er bloed nodig is. En als u geeft, dan kan het altijd een positieve uitwerking hebben.